tussen kerkelijk geloof en hedendaagse spiritualiteit. Het teken van deze tijd is dat gelovigen niet zo simpelweg meer kerkgangers te noemen zijn, maar wellicht veel beter zinzoekers. Mensen die zoeken, tastenderwijs, soms niet weten, naar een nieuwe plek. Traditionele kerkelijke kaders verschuiven voor hen. En ze zoeken de vrije ruimte van de spiritualiteit, omdat dat beter past bij het voelen van deze tijd. En we zien ook mensen die zonder enige kerkelijke binding zoeken naar zingeving, naar verdieping. Veranderen is spannend, maakt onzeker. En kerkelijke instanties houden daar niet zo van. Maar intussen veranderen mensen. Hè? Mensen worden niet minder religieus. Maar het lijkt wel dat ze de kerken steeds minder nodig hebben voor hun religiositeit. Mensen zijn zinzoekers, pelgrims, onderweg. En internet maakt de wereld klein, global village. We hebben weet van de enorme tegenstellingen, politiek, economisch, sociaal gebied. Wie werkt, weet hoe stressvol het kan zijn, hoe veel eisend het werk steeds meer wordt. En wie niet meer werkt of kan werken, weet ook hoeveel stress dat met zich mee kan brengen. De aandacht voor zingeving, de zin van je bestaan zoeken, wordt steeds groter. En op datzelfde internet vinden zinzoekers hun weg. Ze lezen bladen als happiness, tekenen in op spiritualiteitsweekenden, verschillende boeken in de meest brede zin van het woord spiritualiteit. Nederlanders putten uit steeds meer bronnen en meer tradities dan die van de kerk. Tradities worden poreus, gelovigen buigzaam, religiositeit flexibel. Speelt de toekomst van de kerk zich nog wel af in die klassieke kerkdiensten? Het doet de vraag rijzen wat die christelijke traditie dan nog te bieden heeft aan hedendaagse zinzoekers. Hoe vinden kerken aansluit bij wat leeft? Dat zijn vragen waarop Peter Nisse zal ingaan in zijn lezing. En na die lezing is er tijd om even na te denken, gedachten met elkaar te wisselen, alvast wat informeel met elkaar in gesprek te gaan, dat kleine briefje te gebruiken voor een vraag, een steekwoord, nog eens wat uit te denken. We verzamelen die witte briefjes die dan beschreven zijn en dan komt het tweede deel. Met elkaar in gesprek en Peter Nisse zal in dat gesprek met Jan van Duinhoven dan ook proberen daar verder inhoud aan te geven. Namens Dominica Twijnt nodig ik u heel hartelijk uit voor de lezing van dank voor deze vriendelijke en tegelijk heel informatieve inleiding, want een aantal thema's die ik zal bespreken, die zijn in de korte inleiding al langsgekomen, zodat het voor u nog makkelijker zal worden, denk ik, om de rode draad van mijn verhaal vast te houden. Dank dus voor de inleiding, maar dank ook voor het feit dat u hier allemaal bent.
want u was misschien liever ook thuis geweest. Ik mag hopen dat deze plek voor u ook een beetje thuis is. Maar mensen zijn graag thuis. Wij zijn graag daar waar we ons vertrouwd weten, geaccepteerd weten. Waar we ons geborgen weten. En het is alleen maar tragisch wanneer het huis voor mensen niet een thuis is. Dat is voor sommige mensen het geval. In sommige gezinnen, in sommige leefsituaties zijn de omstandigheden zo dat het thuis geen huis meer is. Ik wens u toe dat de plek waar u leeft en de plek ook waar u samenkomt, dat die voor u niet alleen maar een huis is, maar ook een thuis. De kerk is, dat moeten we vaststellen, ik ga dat dadelijk uitwerken, voor steeds minder mensen. En dat is jammer. Want mensen blijven toch op zoek naar een plek waar ze zich thuis kunnen weten. Een plek van geborgenheid, een plek ook waar ze zichzelf kunnen vinden, al dan niet voor het aanschijn van de eeuw. Er is een lied dat mij heel dierbaar is en dat u allemaal kent, en waar ik ook best kunnen beginnen met dat lied te zingen. Dat is het lied dat officieel heet, lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn, maar dat we allemaal kennen als Zomaar een dak boven wat hoofden. Lied van Huub Oosterhuis, mij om veel redenen dierbaar. Ik heb een boekje geschreven over de kerk. Dat verschijnt deze zomer in een reeks van 6 boekjes die toelichting geven op de geloofsbelijdenis van de Remonstrantse Broederschap. 2006 is vastgesteld na een heel breed proces van beraadslaging. En die 6 boekjes gaan over de 6 onderdelen van die geloofsbelijdenis. En het boekje dat over het onderdeel van de kerk gaat, heb ik geschreven. En dat heb ik geschreven met dat lied van Oosterhuis als een soort refrein door de tekst van dat boekje heen. Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat. Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een levend lichaam wordt, als wij er binnen gaan om recht voor God te staan. In die eerste strofe van dat lied zit ook heel veel Dominicaans in. Ramen als ogen moet je in staat stellen om goed naar buiten te kijken. De kerk is niet een plek, dat huis waar mensen samenkomen, is niet een plek om je te verschuilen voor de wereld. Maar het is een plek om naar buiten te kijken, naar de wereld. En dat is wat in de Dominicaanse traditie juist altijd heel belangrijk is geweest. Kijk goed om je heen wat er gebeurt. Dat probeer ik vanmiddag in mijn lezing ook te doen. Wat gebeurt er in de omgeving van de kerken, in de omgeving van de zingeving en spiritualiteit? Wat gebeurt er waar we ook rekening mee moeten houden? De theologische traditie van de Dominicanen, bij Thomas van Aquino bijvoorbeeld, heet dat de circumspectio. Het woord inspectie, dat kent u natuurlijk wel. Circum is rondom, dus om je heen kijken. Goed om je heen kijken. Om te speuren naar hoop en dageraad. Dat is een tweede duidelijk Dominicaans thema in die eerste strofe van dat lied van Oosterhuis. Wat Dominicanen doen als ze om zich heen kijken, is speuren naar sporen van God. Zoeken waar de eeuwige en waar de geschiedenis van heil en onheil in onze mensenwereld op ligt. Kerkelijk geloof en hedendaagse spiritualiteit, beste Dominicaanse vrienden, vrienden van de Dominicaanse beweging of andere geïnteresseerden die hier naartoe bent gekomen. Kerkelijk geloof en hedendaagse spiritualiteit die
lijken vaak als twee polen tegenover elkaar te staan. In de beeldvorming van veel mensen is dat zo, ook in onderzoeken die gedaan worden. U hebt waarschijnlijk ook wel meegekregen dat twee weken geleden weer een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau is verschenen. Een rapport van de godsdienstsocioloog Huub de Hart, waarin godsdienstige ontwikkelingen in Nederland in beeld worden gebracht. Dat heeft nogal wat publiciteit gekregen vanwege één heel klein detail. Een woordje dat twee keer in het rapport voorkomt, namelijk neofundamentalisme. Er is een hele discussie over ontstaan of de jongeren die nog in de kerken overblijven neofundamentalistisch zijn geworden. Maar in dat rapport komt veel meer aan de orde. Onder andere ook de ogenschijnlijke tegenoverstelling van de kerken, het geloof dat beleefd en beleefd wordt in de kerken, en hedendaagse vormen van spiritualiteit. Ook in het wetenschappelijk onderzoek lijken die twee als polen tegenover elkaar te staan. Er is een heel belangrijk boek in 2005 verschenen van twee Britse religiewetenschappers, Paul Hilas en Linda Goodhart. En dat is een boek dat verslag doet van onderzoek in een middelgroot stadje, Kendal in Groot-Brittannië, naar religiositeit en spiritualiteit in dat stadje. Onderzoekers stellen vast die vele kerken die er in dat stadje zijn, Anglikaanse, maar Anglikaanse ook in verschillende soorten, katholieke, ook andere protestantse kerken die niet bij de Anglikaanse kerk zijn aangesloten enzovoort, daar is het steeds leger. En degenen die daar nog komen zijn steeds grijzer. En daarnaast gebeurt er in dat stadje een heleboel anders. Gebeurt er op het gebied van zingeving en spiritualiteit ook in groepen van alles waar de kerken niet bij betrokken zijn. Dingen die zich los van de kerken ontwikkelen. Meditatiegroepen, groepen die zich met natuurspiritualiteit bezighouden, yogagroepen, zengroepen, tse-groepen, allerlei groepen die zich ook met boeddhisme bezighouden of met nieuwe vormen van religiositeit, met nieuwe religieuze bewegingen, natuurspiritualiteit. Waar het mij om gaat is dat zij in dat boek, al in de titel van het boek, het voorstellen alsof het één nu plaats maakt voor het andere. Ze hebben hun boek getiteld The Spiritual Revolution, de spirituele revolutie. En de ondertitel luidt dan Why Religion is Giving Way to Spirituality. Waarom religie plaats maakt voor spiritualiteit. Een van die twee auteurs, Linda Woodhead, vooraanstaande Britse religiewetenschapper, die heeft 6 jaar later een artikel geschreven in een bundel Religion, Spirituality and Everyday Practice, religie, spiritualiteit en de alledaagse praktijk. En in dat artikel heeft als titel Spirituality and Christianity, the Unfolding of a Tangled Relationship. Spiritualiteit en christendom is het uiteenrafelen van een verstrengelde relatie. Met andere woorden, spiritualiteit, een nieuwe vorm van spiritualiteit die zij samen met Paul Hilas in dat vorige boek beschreven heeft, is intrinsiek toch verbonden, maar niet altijd in dezelfde mate met de traditie van het christendom, met de traditie van het door de kerken beleven en beleefde geloof. Het besef groeit dus nu, de twee hebben heel veel met elkaar te maken, zijn niet twee afzonderlijke domeinen die ver van elkaar afstaan, maar zijn twee domeinen die elkaar voor een groot deel overlappen. Er is hedendaagse spiritualiteit die tegelijk ook opgenomen is in het leven van kerkelijke gemeenschappen. Er is ook een stuk kerkelijk geloof dat geen aansluiting vindt bij de hedendaagse spiritualiteit. En er is ook hedendaagse spiritualiteit die niets met christendom of met de kerkelijke traditie te maken heeft of wil hebben. Met andere woorden, het zijn twee cirkels die elkaar voor een deel overlappen en in dat overlappende deel komen kerkelijk geloof en hedendaagse spiritualiteit bij elkaar. Het lijkt me goed dat ik, voor ik ga beschrijven wat zich dan zoal heeft ontwikkeld, eerst even 3 begrippen uitleg. 3 begrippen die ik vaak gebruik in mijn verhaal, die we allemaal vaak gebruiken, maar waarvan we waarschijnlijk allemaal nooit zo precies weten wat we er nou eigenlijk mee bedoelen. Dat is het begrip zingeving, het begrip religiositeit en het begrip spiritualiteit.
Zingeving is de meest brede categorie van die drie. Zingeving is al datgene wat ons het gevoel geeft dat de dingen die we doen in een betekenisvol kader passen. Er bestaat grote en kleine zingeving. Je hebt kleine zingeving, dat is de alledaagse zingeving. Als u 's morgens opstaat en denkt, ha, ik heb er zin in om naar mijn werk te gaan, boodschappen te gaan doen, het huis te gaan poetsen, een boek te gaan lezen of wat dan ook, dan begint u de dag op een hele andere manier dan wanneer u die zin niet ziet of niet heeft. Mijn moeder zei altijd, als je geen zin hebt, moet je zin maken. U kent die uitdrukking natuurlijk, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zingeving is niet zoiets heel eenvoudigs dat je maar even kunt oproepen of kunt produceren. Zingeving is datgene wat ervoor zorgt dat er betekenis verleend wordt aan wat je doet en aan hoe je het doet, hoe je leeft. That it makes sense, zeggen de Engelsen. Dat het zin heeft. En het woord zin gebruiken we ook in een taalkundige betekenis. Een zin is een constructie waarin een aantal woorden zo bij elkaar staan dat ze betekenis krijgen. En ze krijgen pas betekenis doordat ze in die zin bij elkaar staan. Dus zingeving heeft ook te maken met een groter geheel, met samenhang. Met het feit dat je van afzonderlijke dingen die je doet, ziet hoe ze betekenis hebben in een groter geheel. En dat kan je dan zin geven om dingen te doen. Kan je motiveren, kan je bewegen om te doen wat je doet. Er is die kleine zingeving in het alledaagse leven. Als je 's morgens opstaat, zoals ik al zei, dat je gemotiveerd bent tot het alledaagse handelen. Maar er is ook die grote zingeving. En die is een stuk moeilijker. Een grote zingeving, daarmee bedoel ik dat wij ook een samenhang zien in ons leven als geheel. Een rode draad in ons leven. Een waarde die een ultieme betekenis aan ons leven geeft. Van die waarden en die zingeving is een kleine stap naar de twee andere begrippen. Religiositeit, religie en spiritualiteit. Religiositeit is een vorm van zingeving, is een specifieke vorm van zingeving. Niet alle zingeving is dus religieus. Maar religiositeit is wel een voorbeeld van zingeving. Namelijk die zingeving waarin we aan ons leven betekenis geven door te verbinden met iets dat ons overstijgt. Religie heeft dus te maken met verbinding, dat zit ook in het woord. Religari, dat is het woord voor iets verbinden met iets anders. Een verbinding tot stand brengen. En etymologisch, dat is dus gekeken naar de oorsprong van de woorden, is het woord religie waarschijnlijk zelfs verwant aan het woord relatie. Er zitten allebei dat voorvoegsel re in, dat wil zeggen dat wordt iets overbrugd, er wordt iets bij elkaar gebracht. Religie, religiositeit, is in mijn definitie het geheel van handelingen en opvattingen waarmee mensen aan hun eigen bestaan, aan hun eigen leven zin verlenen, betekenis verlenen door het te verbinden met iets dat hen overstijgt en datgene wat hen overstijgt, dat kan dan weer allerlei invullingen krijgen. En dat is in ieder geval, in religie is een werkelijkheid die niet in fysiek tastbare vorm aanwezig is, maar op een symbolische manier. Heel belangrijk in die definitie is dat ik sprak van praktijken en opvattingen. Wij zijn in de westers-christelijke traditie te zeer gaan denken dat religie vooral tussen onze oren zit. Dat religie te maken heeft met concepten, met ideeën of zelfs met waarheden. De kerk heeft daar een grote rol in gespeeld. We moesten de waarheden van het geloof aanvaarden. Dat werd lang als definitie van geloof gezien. Geloof is het aanvaarden van de waarheden die de kerk je voorhoudt. Alsof religiositeit, religie, dus bestaat uit een
soort mentale handeling of een intellectuele handeling waarbij je je verstand overlevert aan die voorgehouden waarheden. In religie zijn uiteindelijk praktijken eigenlijk veel belangrijker. Wat mensen doen. Er is heel veel religieus handelen waar niet zo'n uitgebreide theologie zeg maar bij komt kijken. Als u ooit in Sertogenbosch komt, nu gaat u natuurlijk zeker de Sint-Jan bezoeken en dan weet u dat daar voortdurend mensen in en uitlopen om een vaccinelichtje, een kaarsje, te gaan aansteken bij het beeld van de zoete moeder. Mensen die dat doen, die stellen daarmee een religieuze handeling. Die hebben een notie dat door dat te doen, er op een of andere manier een relatie gelegd wordt. Een verbinding gemaakt wordt. Maar ze hebben daar helemaal geen, de meeste althans, geen uitgewerkte theologie bij. Als je ze zou vragen, waarom doe je dat nou, zou je ze waarschijnlijk in verlegenheid brengen. Religiositeit is dus veel eerder handelen dan denken. Het heeft veel meer te maken met doen, met praktijken, dan met opvattingen. Practices and beliefs, in elke Engelse definitie van religie wel, maar de practices zijn vaak belangrijker dan de beliefs. En dan die term spiritualiteit. Het is een hele jonge term. In het Nederlands duikt die, voor zover ik heb kunnen nagaan, voor het eerst in 1930 op en eigenlijk overgenomen uit het Franse spraakgebruik. Spiritualiteit is vooral daar wijdverbreid geraakt doordat er een heel groot naslagwerk is, een encyclopedie, waarin de christelijke spiritualiteit beschreven wordt, de dictionaire spiritualiteit. En het heeft in het Nederlands eigenlijk vanaf de jaren 30 woorden vervangen als vroomheid of innerlijk leven. Woorden die niet meer zo van deze tijd gevonden werden en die ingewisseld zijn voor het woord spiritualiteit. Maar vervolgens heeft dat woord spiritualiteit vanaf de jaren 60 een enorme betekenisverbreding nog gekregen. En vooral doordat we ons zijn gaan realiseren dat er meer is dan christelijke spiritualiteit. Dat er zelfs meer is dan religieuze spiritualiteit. Hier krijgen we weer hetzelfde fenomeen van die elkaar deels overlappende cirkels. Niet alle spiritualiteit hoeft religieus te zijn. Althans, in mijn definitie van spiritualiteit. En die luidt dat spiritualiteit de praktijken zijn. Bij spiritualiteit ligt dus heel sterk de nadruk op dingen die mensen doen. Maar een praktijk kan ook bidden zijn, kan mediteren zijn. Maar het kunnen ook allerlei andere dingen zijn. De praktijken die mensen doen om zorg te besteden aan hun persoonlijke omgang met waarden die een soort ultieme oriëntatie aan hun leven geven. Dat beschouw ik als spiritualiteit. En dat woord ultieme oriëntatie, waarden die een ultieme oriëntatie aan het leven geven, maakt al duidelijk dat dat niet per se religieus hoeft te zijn. Want er kunnen ook andere waarden zijn die aan mensen een ultieme oriëntatie aan hun leven geven. Dat kan ook schoonheid zijn. Er bestaat ook een spiritualiteit van schoonheid. Mensen die zeggen, de kunst is voor mij het hoogste. Dat geeft zin en oriëntatie aan mijn leven. En datgene wat mensen doen om hun omgang met kunst te voeden, zou ik dan ook spiritualiteit willen noemen. Spiritualiteit heeft dus te maken met de praktijken die met het spirituele leven, het geestelijk leven te maken hebben. Dat geestelijk leven hoeft niet per se over religieuze thema's of waarden te gaan. Gerechtigheid kan ook zo'n ultieme oriënterende waarde zijn. Er bestaat een spiritualiteit van de gerechtigheid, zeg maar een sociale spiritualiteit, of een maatschappelijke spiritualiteit, die nog niet per se religieus hoeft te zijn. Kan, maar het hoeft niet. Gezondheid is ook voor heel veel mensen een ultieme waarde in hun leven. En we zien dan ook een hele spiritualiteit van de gezondheid ontstaan in praktijken van mensen. Als ik op zondagmorgen, dat is dan mijn kleine bijdrage aan mijn gezondheid, op de fiets naar de kerk ga, dan zie ik hele hordes mensen in pakjes, niets verhullende kleding, in liturgische kleuren, joggen. En zie ik ze tegen bomen en lantaarnpalen duwen of om willen duwen. Dat zijn in zekere zin ook spirituele praktijken geworden. De NRC had een aantal maanden geleden, een half jaar geleden inmiddels al, een bijlage rennen als religie. Dus een ultieme oriënterende waarde kan ook gezondheid zijn. Dat hoeft niet per se iets religieus te zijn.
Maar heel vaak komt het toch dicht bij het religieuze. En wel op het moment dat die waarde te maken heeft met iets dat mij zelf overstijgt. Iets dat tot een andere werkelijkheid of een andere dimensie van de werkelijkheid behoort. Een werkelijkheid die ik niet fysiek kan pakken. Die mij overstijgt. Een transcendente werkelijkheid. Ik zei al, in de Dominicaanse traditie wordt goed om je heen gekeken. Dus ik stel voor dat we even gaan kijken wat er allemaal in onze cultuur, in onze samenleving, hier in de westerse wereld, hier in Nederland, laten we ons daar maar toe beperken. Want we moeten ons voortdurend ook rekenschap geven van de ongelijktijdigheid, van het gelijktijdig in de wereld. Allerlei ontwikkelingen die wij hier in het Westen zien, doen zich helemaal niet voor in Azië of in Afrika. Daar zijn weer hele andere ontwikkelingen. Dus we beperken ons toch maar even tot de wereld hier. En laten we dan eens gaan kijken wat er, zal ik maar zeggen, in de omgeving van die domeinen van zingeving, religiositeit en spiritualiteit allemaal veranderd is. Zaken waarmee, denk ik, de kerken dus ook rekening moeten houden, waar ze zich rekenschap van moeten geven. Er zijn een aantal dingen in onze cultuur, in onze samenleving veranderd, waardoor de omgang met zingeving en religiositeit en spiritualiteit flink veranderd is. Ontwikkelingen die vooral de overtuigingskracht van de oude religieuze tradities en van de grote verhalen, van de grote zinstichtende verhalen, sterk onder druk hebben gezet. Om te beginnen natuurlijk is ons wereldbeeld heel ingrijpend veranderd. Dat is een proces van eeuwen geweest door de opkomst van de wetenschappen, door nieuwe inzichten over hoe de kosmos in elkaar zit, over hoe het menselijk leven ontstaat, hoe dat zich ontwikkelt, over hoe de samenleving in elkaar zit. Dus door de ontdekkingen van de wetenschap, de ontdekkingen of opkomst de natuurwetenschappen, maar ook de sociale wetenschappen vanaf de 19e eeuw, de grote grootmeesters van de argwaan, Karl Marx, Sigmund Freud en Nietzsche, die een heleboel zaken die lang als vanzelfsprekend golden onder kritiek hebben gesteld. Daardoor is het voor heel veel mensen niet zo makkelijk meer om met de oude wereldbeelden die in religieuze teksten zitten, in de Bijbel, maar ook in heel veel liturgische teksten, om daarmee op een voor henzelf ook zinvolle manier om te gaan. Het interessante is eigenlijk dat die verandering van dat wereldbeeld zich in de laatste decennia ook echt wijd verspreid heeft. Door de enorme toename sinds de Tweede Wereldoorlog van de scholingsgraad van mensen, het onderwijs. Je kunt zeggen dat de verandering van dat wereldbeeld was lange tijd iets van een elite. In de tijd dat die drie lieden die ik net noemde, Marx, Nietzsche en Freud, werkzaam waren, was tegelijk het kerkbezoek in Nederland en in heel Europa hoger dan het ooit daarvoor in de geschiedenis geweest was. Dus de meeste mensen hadden nog niet zoveel last van die argwaan van die denkers. Maar de laatste decennia is dat verschijnsel van die argwaan, zal ik maar zeggen, gedemocratiseerd en gepopulariseerd, in brede kring verspreid. De tweede ontwikkeling is dat instituties enorm onder kritiek zijn komen te staan. Het gezag van instituties is in onze samenleving enorm onder druk komen te staan. Daar hebben niet alleen de kerken last van, maar ook andere klassieke instituties die vroeger een grote greep op het leven van mensen hadden. Politieke partijen, vakbonden, de omroepen, allemaal zitten ze met een legitimatieprobleem. Ze moeten allemaal voortdurend uitleggen waarom ze er zijn en waarom ze er nog zijn. En ze zijn zichzelf ook voortdurend, de vakbonden heeft dat pas weer eens gedaan, zichzelf voortdurend, zo noemen ze dat ook, opnieuw aan het uitvinden. Dat geeft aan dat de vanzelfsprekendheid van die instituties weg is. Vroeger waren die instituties vaak de voor de hand liggende leveranciers van zingeving. Mensen gingen daar naartoe, gingen te raden bij de kerk, maar ook bij die andere instituties om zin te ontvangen, om betekenis te ontvangen. En de kerken hadden in Europa daar ook een monopoliepositie in. Er was een soort verplichte winkelnering. Met zingevingsvragen gingen mensen vanzelfsprekend naar de kerken toe. Dat is verdwenen. En dat is zeker in Nederland verdwenen. Wel in sterkere mate dan in veel andere landen. En ik denk eigenlijk, samen met de historicus James Kennedy, aan
Amerikaanse afkomst, maar werkzaam in Amsterdam aan de universiteit. Je kent hem waarschijnlijk ook wel als columnist van Trouw onder andere. Samen met James Kennedy denk ik dat dat ook wel eens met de kerken en ook die andere instituties daarmee de rekening gepresenteerd krijgen voor de tijd waarin ze een enorme druk op het leven van mensen uitoefenen. James Kennedy zegt, Nederlanders lijken aan collectieve bindingsangst te lijden. Wij laten ons niet makkelijk meer voor het leven al helemaal niet door die instituties binden. Daar moeten de kerken ook heel goed rekening mee houden dat mensen van de wieg tot het graf zich verbinden met de kerkgenootschap. Dat is een verdwijnend fenomeen. Het komt natuurlijk zeker nog voor, het komt zeker bij de orthodoxe kerkgenootschappen nog voor, maar het is over het geheel gezien in Nederland een verdwijnend fenomeen. En jonge mensen, ik zie het bij mijn eigen dochters, die zijn wel bereid om zich, ik zeg maar even, op projectbasis tijdelijk te verbinden aan iets waar ze in geloven. Iets waarvan ze de zin in zien. Maar die zullen niet snel zeggen, ik ben nu van die en die kerk en dan blijf ik tot aan mijn dood of zelfs daar overheen. Derde ontwikkeling is de enorme individualisering van de leefstijl van mensen. Mensen zijn gewend geraakt om hun eigen boontjes te doppelen. Hun levensstijl is steeds minder een, laten we zeggen, gedeelde met anderen gedeelde levensstijl of een opgelegde levensstijl. Dat wil niet zeggen dat iedereen op een andere manier leeft, want in die individuele levensstijl imiteren mensen elkaar toch heel sterk. Kijk maar naar de kledingstijlen van jongeren. Op een middelbare school, in ieder geval mensen zijn die misschien in het onderwijs werken, daar worden de leerlingen als het ware naar hun kledingstijl, kun je ze ordenen tot leefstijlgroepen. Maar toch de manier waarop we ons leven inrichten, daar willen we ze eigenlijk graag zelf over beslissen. Een vierde ontwikkeling in die omgeving van religie en spiritualiteit en zinleven is dat ons leven steeds sneller verloopt. Alles gebeurt steeds sneller. De Pools-Britse socioloog Sigmund Bauman, Auschwitz-overlevende, heeft daar prachtige boeken over geschreven, waarin hij laat zien dat wij leven in wat hij noemt vloeiende tijden, liquid times. De vloeiende moderniteit, liquid modernity. En als een soort ultiem voorbeeld daarvan heeft Sigmund Bauman al op hoge leeftijd onderzoek gedaan naar een fenomeen waar misschien niemand van u, ik althans niet, eigen ervaring mee heeft, het speeddaten. Ik weet niet of u al eens gespeeddate hebt, maar Sigmund Bauman zegt dat is, hè, dan gaat het om mensen te leren kennen, maar dat moet dus heel snel gaan en heel snel naar elkaar. En dat heeft hij onderzocht, heeft hij een boek over geschreven, dat wil zeggen dat is een onderdeel in een boek van hem, en dat ziet hij als een soort symbool voor die jachtigheid van onze tijd. Die jachtigheid die ook met zich meebrengt dat wij steeds meer keuzes moeten maken, we moeten voortdurend kiezen. En er is steeds meer. Er is dus heel veel keuzestress. Je hebt u misschien in de supermarkt, als u chips moet uitzoeken. Of zal ik nou met ribbeltjes of zonder ribbeltjes, of cheese and onion, of zal ik nou dat goedkope huismerk nemen, of toch maar dat bekende merk van televisie reclame. Maar die keuzestress, die hebben wij ook als het gaat om onze kijk op het leven. Wij worden voortdurend als het ware uitgedaagd om keuzes te maken waar onze voorouders in een eenmaal gekozen religieus patroon hun hele leven vaak bleven voortkabbelen, om het zo maar te zeggen. Kabbelen juist om die tegenstelling tot dat jachtige van onze tijd duidelijk te maken. We worden dus geconfronteerd met een versnelling van onze leefstijl, met een wegvallen van de grote zinlevende instituties, met een sterke individualisering van onze leefstijl. En datgene wat vroeger samenhang aan het leven van mensen gaf, die grote zinstichtende verhalen, die deden dat in de samenleving al een tijd niet meer. De samenleving was verworpeld geraakt. Dat is eigenlijk wat wij secularisering noemen, dat allerlei domeinen niet meer een betekenis vanuit de religie ontvingen, maar een betekenis in zichzelf hadden. Door het Tweede Vaticaans Concilie als een positieve ontwikkeling gezien, onderwijs,
zieke, gezondheidszorg, politiek, economie, al die domeinen waar religie en kerk vroeger een flinke vinger in de pap hadden, zijn erkend als domeinen met een eigen betekenis, met een eigen waarde. Maar voor veel mensen gaf hun religieuze overtuiging toch nog wel een samenhang aan wat ze ook in die andere domeinen deden. Die domeinen waren door de modernisering en de secularisering verder zelfstandig, maar wat er vervolgens gebeurde, dat noemt de Duitse socioloog Ulrich Beck, heel interessant, een grote socioloog die tijdens zijn hoogleraarschap zich nooit met religie heeft bezig gehouden, maar toen hij met pensioen ging, opeens boeken is gaan schrijven over religie. Aan de universiteit was dat niet zo in zijn tijd, daar kreeg hij geen geld voor. Ulrich Beck die zegt, na die maatschappelijke verbrokkeling doet zich die nu voor in ons eigen leven. In ons eigen individuele leven, dat wil zeggen een religieuze overtuiging die je hebt, die functioneert voor veel mensen ook niet meer als datgene wat aan heel je leven, aan alles wat je doet, zin geeft. Religie was lang het cement van de samenleving, dat verdween door de modernisering van de samenleving, maar dan was religie vaak nog wel het cement van ons eigen bestaan, van onze eigen existentie, van ons eigen leven. Maar in die volgende fase van moderniteit, waar Ulrich Beck over schrijft, dat is de fase waar we nu in zitten, is religie vaak ook niet meer dat cement in onze eigen biografie. En dan is er een fenomeen, het is nu net ook al even aangestipt in de inleiding, dat ons leven bezig is enorm ook te doen veranderen. En dat is de opkomst van een hele andere manier van communiceren en informeren en ook amuseren. Dat is de opkomst van de nieuwe media, internet en de sociale media. Die hebben een enorme impact op ons bestaan en het is verwonderlijk, misschien iets minder nu we het al over die vluchtigheid en de jachtigheid van onze tijd gehad hebben, het feit dat alles steeds sneller gaat, maar het is toch een wonder hoe snel die nieuwe media greep op ons bestaan hebben gekregen. Fenomenen als Facebook en Twitter en YouTube en Google zijn allemaal nog heel jong. Ik vraag aan studenten, ik geef een cursus over religie en media, en dan vraag ik aan studenten, hoe oud denken jullie dat die sociale media zijn? En dan noem ik er een paar. En dan denken ze, nou ja, toen ik opgroeide was het er al. Zijn daarmee opgegroeid? Dat zijn studenten van voor en in de 20. Dus toen die beginnende tieners waren, waren die er allemaal al op die media. Nou, wij, als ik zo even rondkijk, denk ik dat ik niemand beledig. Wij hier hebben allemaal de tijd gekend waarin die er nog niet waren. En sommigen van u is het misschien nog een onbekende wereld. Opkomst van die digitale media heeft een enorme invloed op de manier waarop wij leven, de manier waarop wij communiceren, de manier waarop wij ons informeren. En heel veel mensen zijn met vragen over zingeving ook juist in die nieuwe wereld, die virtuele wereld, actief. De relatie tussen mensen veranderen, van relaties in het werkelijke leven, relaties waarbij je elkaar fysiek ontmoet, waarbij je bij elkaar komt, om samen iets te organiseren bijvoorbeeld in een vereniging, dat verandert in virtuele communities. Gemeenschappen van mensen die elkaar nooit gezien hebben, tenzij ze een fotootje bij hun e-mail of Twitter-account hebben staan, of hun Facebook-account. Maar er ontstaan communities waarop je eigenlijk dus volstrekt anoniem kunt zijn, maar toch met geestverwanten rond een bepaald thema verbonden bent. Ook dat is denk ik een ontwikkeling waar kerken zich rekenschap van moeten geven. En dat doen ze, maar dat doen ze in een heel langzaam tempo. De PKN heeft het vorig jaar een soort internetgemeente gestart en heeft ook een pastor die daar dan actief voor is. Die heeft een stola met aan de ene kant het logo van Twitter en aan de andere kant dat van Facebook. En dat is ook belangrijk dat de PKN daar aanwezig is, maar dat is eigenlijk al veel te laat. Want de ontwikkeling gaat zo snel, men had dat eigenlijk al jaren eerder moeten doen, zoals de Anglicaanse kerk dat al in Engeland al veel eerder gedaan heeft. Want wat voor het thema van religiositeit en spiritualiteit belangrijk is dat die nieuwe virtuele wereld ook voor veel mensen de plek is waar ze doen waarvoor ze vroeger naar de kerk gingen.
Ze gaan daar op zoek naar zingeving. Ze gaan daar op zoek naar verdieping. Ze gaan op zoek bijvoorbeeld naar teksten die hen raken. Ze gaan op zoek naar rituelen. Ze bekijken diensten, vieringen van hun eigen religieuze traditie of van andere religieuze tradities met filmpjes of zelfs real-time via internet. Het is mogelijk om een sedermaaltijd te vieren, een Joodse maaltijd. Dat doen Joden die heel ver van elkaar afwonen, doen dat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, via internet, door een soort community te vormen, dan met Skype, als je niet weet wat het is, mag je het meteen vergeten, verbindingen met elkaar te maken en dus de rollen die eigenlijk bij de Joodse sedermaaltijd horen, te vervullen, maar zonder dat je fysiek bij elkaar bent. Er is een onderzoek geweest in de Verenigde Staten, een jaar of 7-8 geleden, naar het zoekgedrag van mensen op zoekmachines op internet, Google en Yahoo en Bling en anderen nog. En dan blijkt na porno, zal ik niet verbazen dat dat het meest geliefde thema is, blijkt niet sport of gezondheid of auto's of muziek, wat je ook zou kunnen verwachten, de thema's te zijn waar de meeste mensen zoekopdrachten naar plaatsen. Nee, dat blijken thema's te zijn die gerelateerd zijn aan religie of spiritualiteit. Dus na porno is zingeving of religie, was althans toen bij dat onderzoek in de Verenigde Staten, ik denk dat Nederlanders niet zo heel veel anders zijn op dat gebied, was dat het tweede populaire thema waar mensen naar op zoek waren. En er is een boekje, er zijn allerlei boeken, maar ook een Nederlands boekje bijvoorbeeld, Zinzoekers op het web. We moeten ons realiseren dat daar heel veel mensen op zoek zijn en te bereiken zijn, ook als je het op de juiste manier doet. Ik kan iets zeggen over een verschuiving die zich heeft voorgedaan in de Nederlandse samenleving als het gaat om die waarden die een ultieme oriëntatie aan het leven geven. Daarna zal ik iets zeggen nog, dan weet u een beetje waar we aan toe zijn, ik moet de klok in de gaten houden, zal ik iets zeggen over vier grondlijnen in de hedendaagse spiritualiteit en dan kom ik uit bij wat de kerkelijke traditie daar van kan leren of hoe die daarop kan inspelen. Wij denken vaak dat mensen geen idealen meer hebben in onze tijd. Je kunt dat vaak horen in debatten of in bijzonder brieven in de krant of vooral bij de borrel praten, dat mensen niet meer voor iets gaan, niet zich meer in willen zetten voor iets hogers. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Er is een groot onderzoek verricht onder leiding van Gabriel van der Brink, een hoogleraar in Tilburg. Allerlei andere mensen waren er ook bij betrokken. Ik heb ook een stukje, namelijk een stukje dat over religiositeit en spiritualiteit gaat, gedaan in dat onderzoek. En dat onderzoek heeft geresulteerd in een heel dik boek, heb ik maar niet meegenomen. Mijn tas was vol, ook dit boek. De lage landen en het hoger. De lage landen en het hoger. En het was een soort intuïtie van Gabriel van der Brink, die ook heel veel om zich heen kijkt naar wat er in de samenleving gebeurt, dat het helemaal niet zo is dat Nederlanders cynisch zijn geworden, of dat ze geen idealen meer hebben, of dat er niet meer iets hogers voor hen is. Alleen, wij zien het niet meer zo goed, omdat die idealen, of dat hogere, die hogere beginselen, veranderd zijn. Die zijn getransformeerd. En in dat onderzoek hebben we laten zien, door gesprekken met mensen uit bijvoorbeeld allerlei beroepsvelden, onderwijs, de politie, rechtspraak, gezondheidszorg, verpleging, dat er heel veel mensen zijn die bereid zijn om hun eigen belang te overstijgen. En dat is wat in de definitie van dat hogere van Gabriel van der Brink een hele belangrijke rol speelt. Het hogere, dat is iets, een symbolische werkelijkheid, dus niet iets wat je zo voor je ziet, maar een ideaal of een ware of wat dan ook, die je ervaart als een uitdaging en waarvoor je bereid bent om het directe eigen belang te overstijgen. En Gabriel van der Brink maakt duidelijk dat er eigenlijk heel veel idealisme nog is in Nederland. Maar dat idealisme heeft niet meer de jas aan die het vroeger aan had. En hij laat zien dat in de loop van de 20e eeuw eigenlijk een verschuiving is geweest. In het begin van de eeuw was die jas
sacraal, had iets heiligs, die hoge waarde, dat kon religie zijn, maar bijvoorbeeld ook de waarde van het socialisme. Dat werd ook in heilige termen over gesproken. De taal van het vroege socialisme was even sacraal. Lees maar eens gedichten van Henriette Roland-Holst, toch wel een religieuze socialist. De taal die was even gedreven, sacraal, als de taal van de kerken. In de loop van de 20e eeuw, en als hoogtepunt in de jaren 60, verschuift dat sacrale naar het maatschappelijke, het sociale. Dat was de tijd van de vredesbeweging, ontwapening, milieubeweging, derde wereldbeweging. Waar hebben we ons in de jaren 60 niet allemaal voor ingezet? Die waarden die dan mensen weten uit te dagen om het eigen belang te overstijgen, die hebben met het sociale te maken. Nu, zegt dat onderzoek, bij de overgang van de 20e naar de 21e eeuw, blijken die waarden heel sterk met het vitale te maken hebben. Met levenskracht. En daar hoort bijvoorbeeld gezondheid bij, maar ook duurzaamheid. Duurzaamheid is nu het grote thema, ook in de kerken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook onze achterkleinkinderen nog gezonde lucht kunnen inademen en op een mooie planeet kunnen wonen? Maar ook seksualiteit heeft met vitaliteit te maken. Die joggers die ik al eerder langs liet rennen, die zijn een mooie uitdrukking van die derde fase waar we dus nu in zitten, van hogere waarden naar die sacrale, die heilige waarden. Tweede fase, die maatschappelijke, die sociale waarden, is dan nu die fase van de vitale waarden. Mensen zijn dus bereid om ergens voor te gaan. En daarvoor ook het directe eigenbelang te overstijgen. Dat directe eigenbelang zegt tegen jou, nu een sigaret roken is wel heel erg lekker. Dat directe eigenbelang weet je te overstijgen als je denkt, dat is niet goed voor mijn gezondheid. En je kunt zeggen, die gezondheid op lange termijn is ook een eigenwaarde, ja, eigenbelang, dat is ook zo, maar dat is een eigenbelang dat je niet zo direct ziet. Dus op de langere termijn, dat overstijgt als het ware het hier en nu. Heeft dus eigenlijk iets transcendents, het overstijgt het directe hier en nu. Als je denkt, we moeten zorgen dat onze planeet leefbaar blijft, dan overstijg je daarmee toch vaak, moet je daarmee vaak ook het eigenbelang overstijgen. Je kunt zeggen, dat is ook een eigenbelang, nou, maar dat is een eigenbelang op de langere termijn. En hier en nu is het voor mij misschien makkelijker om dat lege cola flesje of blikje maar gewoon niet op de straat te gooien. Maar het belang op de langere termijn, het transcendente belang, kan zijn dat je dat netjes opbergt en je vuil ook gescheiden achterlaat enzovoorts. Dus dat je bereid bent om het directe eigenbelang te overstijgen voor iets wat verder weg ligt, voor iets hogers. Het probleem is wel, bleek uit dat onderzoek dat die groep rond Gabriel van der Brink heeft verricht, dat mensen, en dat verklaart ook waarom we het niet zo goed meer zien, vaak niet meer over de taal beschikken om waarden of idealen te beschrijven. Als je mensen interviewt en doorvraagt, dan blijkt eigenlijk dat ze een heleboel bereid zijn te doen omwille van iets wat niet direct binnen het tastbare bereik ligt. Maar ze hebben er de woorden niet meer voor. Er is een soort sprakeloosheid ontstaan als het gaat om waarden of zingeving of het hogere. Alleen als een woord als het hogere, dan moet je jonge mensen, maar misschien ook oudere mensen, niet mee aankomen. Dus er is een soort sprakeloosheid ontstaan en daardoor ook een soort gêne om daarover te spreken. En nu grijp ik alvast vooruit op iets wat ik in de conclusie ga zeggen. Dit is precies een punt waarop de kerkelijke traditie mensen van onze tijd te hulp kan komen. Want de traditie van de kerk heeft 2000 jaar ervaring met taal, met beelden, met verhalen, symbolen, die allemaal kunnen helpen om onze sprakeloosheid een klein beetje te boven te komen. Maar dan moeten we wel bereid zijn om die taal ook te actualiseren en uit te zuiveren. We zien om ons heen nu, als het gaat om hedendaagse spiritualiteit, en daaronder versta ik spiritualiteit die zowel binnen de kerk beleefd wordt door mensen als buiten kerkelijk verband, in wat je zou kunnen noemen seculiere vormen van spiritualiteit.
zie ik eigenlijk vier grote lijnen. En die vier lijnen corresponderen met vier themanummers die in tijdschrift spelen. Sommigen zullen dat misschien kennen, bezinningstijdschrift. Kan niet de traditie komt er, maar dat kan bij de Dominicanen ook wel vertoond worden. Tijdschrift Spelen heeft twee jaar geleden vier themanummers gehad over die vier lijnen van spiritualiteit. Je kunt op de website van Spelen, www.spelen.nl, kun je vinden hoe je die nog kunt bestellen. Nou, ik ben verder geen Mark Koolman, ik heb ook geen enkel belang bij, maar voor mensen die geïnteresseerd zouden zijn, die weten wel waar ze terecht kunnen. Die vier lijnen die zeggen iets over de behoefte aan zingeving. De eerste lijn is die van een sterk verlangen naar ervaring, naar beleving in spiritualiteit. Dat hangt in de lucht in onze tijd en onze cultuur. Wij leven in een beleveniscultuur, een beleveniseconomie. Het gaat om wat je meemaakt. En daar speelt de televisie op in met heel veel emotie-tv. Daar speelt de reclame op in. Je drinkt geen glaasje Heineken meer, geen glaasje bier meer, maar je doet de Heineken Experience op. Het kopen van een auto is een belevenis. Er wordt heel sterk door de reclame de nadruk gelegd op dat belevenisaspect, dat ervaringsaspect. En de kerken hebben dat eigenlijk een beetje verwaarloosd. Niet helemaal. Er waren in de traditie van de kerkelijke christendom ook altijd mensen voor wie religieuze beleving, religieuze ervaring belangrijk was. Maar dat was een kleine minderheid. Dat waren de mystici bijvoorbeeld. Hè, die ook over hun religieuze ervaring schrijven, maar vaak ook niet, omdat ze er niet over kunnen schrijven. Maar dat waren degenen die in die geloofstraditie dat belang van ervaring, van beleving, altijd heel sterk hebben vooropgesteld. Maar de mystici waren vaak verdacht in de kerk, waren niet altijd degene met wie de kerkelijke gezag zo blij was. De Dominicaanse traditie kan daarvan getuigen met de figuur van Meister Eckhart. Ik hoor dat Leo de Jong op vakantie is, maar die weet heel veel over Meister Eckhart, hè, een van de Rotterdamse broeders. Mystici werden vaak door de kerk gewantrouwd. Maar ik wil ook niet zeggen dat nu alle spirituele mensen van onze tijd mystici zijn geworden. Mystiek wordt ook heel vaak misbruikt en veel te wijd betekenis. Maar dat ervaringsaspect, dat is wel voor heel veel mensen een grote rol gaan spelen. Het aspect van het geraakt worden. Een Britse godsdienstwetenschapper, Harvey Whitehouse, heeft zijn studenten eens naar verschillende kerkdiensten laten gaan op zondag. En ze laat de mensen laten interviewen en ze gevraagd: wat hebt u nou beleefd 3 weken geleden in de kerkdienst? De meeste mensen wisten daar niks op te zeggen. Ze zeiden: nou, het zal wel ongeveer hetzelfde geweest zijn als 2 weken geleden of 4 weken geleden. Wie er wel iets op wisten te zeggen, waren de bezoekers van Pinkstergemeente, evangelicale gemeente. Die wisten te vertellen: 3 weken geleden is hier iemand die in een rolstoel zat, is na een genezing, na een zegeningsgebed, opgestaan uit zijn rolstoel en kon weer lopen. Of iemand anders is in tongen gaan spreken, in tongentaal, vreemde brabbeltaal. Daar viel dus iets te beleven en dat verklaart volgens mij die hang naar beleving die er is in onze cultuur, in onze tijd, verklaart volgens mij het succes van dat type kerken. Alle kerken in Nederland zijn bezig te krimpen. En dat is in heel West-Europa zo. Er is geen enkel land in Europa waar het aandeel van kerkelijke mensen in het geheel van de bevolking groeit. Er zijn wel kerken die groeien, dat zijn die van dat Pinkstertype. Maar er is geen enkel land in Europa waar de graad van kerkelijkheid in het geheel van de bevolking groeit. Overal neemt het af. Maar niet overal is het op hetzelfde moment begonnen en ook niet overal gebeurt het in hetzelfde tempo. Maar in Nederland zien we dat er eigenlijk maar 3 soorten kerkgenootschappen zijn die stabiel zijn of groeien. Eerst zijn de migrantenkerken, nou, die groeien door de migratie, dat
die groeien ook op als de migratie ophoudt, zo simpel is dat. Tweede type kerken die groeien, dat zijn de streng orthodoxe kerken. En die groeien door wat ook ooit de succesformule van de Rooms-Katholieke Kerk was, waardoor de Rooms-Katholieke Kerk in het midden van de 20e eeuw de protestantse kerken in Nederland allemaal heeft weten in te halen, het kindertal. Het grote kindertal in de orthodox gereformeerde kerken, die kinderen gaan ook mee naar de kerk, dat zorgt ervoor dat er refo-domes gebouwd kunnen worden in Barneveld en op Heusden enzovoort, met meer zitplaatsen dan de Sint-Jan in Den Bosch. Of de Laurentiuskerk in Rotterdam, ik weet niet of die er zoveel heeft, maar dat is ook maar zo'n grote kerk hier. Derde type kerken dat groeit, dat zijn die waar ik het al over had, Pinksterkerken, evangelicale gemeenten. En waarom groeien die? Niet omdat die jongeren, ik refereer nu even naar de discussie die zich in de kranten afspeelde naar aanleiding van het nieuwe rapport van de Sociale Kerk, niet omdat die jongeren neo-fundamentalistisch zouden zijn, maar omdat die jongeren die daar naartoe gaan, en ook ouderen, behoefte hebben aan beleving, aan ervaring, ze willen geraakt worden. En dat is iets waar, denk ik, kerken ook zich rekenschap van moeten geven. Met name ook in de Rooms-Katholieke Kerk, waar, zoals ik zei, lang een wantrouwen tegen ervaring, tegen beleving was. Tweede element in die hedendaagse spiritualiteit, een tweede rode draad, is de behoefte aan of het streven naar het inzetten van spiritualiteit voor het bereiken van een bepaalde graad van welbevinden. Of anders gezegd, spiritualiteit mag eraan bijdragen dat je balans vindt of harmonie vindt. Dat je als mens tot jezelf komt. Dat je rust vindt of dat je geluk vindt. Dat is een heel moeilijk woord, geluk. Dat kan ook heel veel betekenen. Maar u snapt wel in welke richting ik wijs. Veel mensen hopen van spiritualiteit, en verwachten van spiritualiteit, dat die bijdraagt aan een soort balans van lichaam en geest. En daar wordt door de commercie, want er is ook een commercie ontstaan rond spiritualiteit, wordt daar ijverig op ingespeeld. Er worden allerlei cursussen en trainingen en dagen aangeboden waarin je beloofd wordt dat je, afhankelijk van de prijs en de duur van die cursus, na 3 dagen of na 1 week, of na 2 maanden jezelf vindt. En dat jezelf vindt, wordt ook bedoeld een bepaalde balans, een bepaalde harmonie vindt. Maar ook mensen die, ook een fenomeen van de laatste decennia, in grote getalen naar de gastenkwartieren van abdijen gaan, benedictijnen en trappisten, is ook wel onderzoek naar gedaan, die geven eigenlijk eenzelfde soort antwoord. Waarom ga je daar naartoe? Omdat ik hoop hier harmonie of balans of rust te vinden. Derde rode draad in die hedendaagse spiritualiteit, dat sluit nauw aan bij het vorige, is de behoefte bij mensen aan groei. In dat punt dat ik het zojuist noemde. Als je mensen vroeger in de kerk gevraagd zou hebben vanaf de preekstoel, hebt u nog spirituele groei doorgemaakt afgelopen week, zouden ze waarschijnlijk allemaal heel verbaasd hebben aangekeken. Want daarvoor kwamen ze niet naar de kerk. Nu ligt er een hele sterke nadruk op ontwikkeling, op dynamiek, op rijping. En ook daar wordt door de commercie op ingespeeld. Spirituality sells, spiritualiteit verkoopt. Het blad Happiness werd al genoemd bij de inleiding. Kijkt u maar eens de advertenties na in dat blad of op de website van Happiness, dan kunt u zien wat ik daarmee bedoel. Spirituality sells. Een goede vriend van mij, ruim 10 jaar geleden al overleden, door meneer Nico van der Akker, die zei al in de jaren 90, elke goeroe heeft ook zijn giro. Een mooie wijsheid. En ook hier denk ik dat de kerken uitgedaagd worden om de schatkamer die ze hebben aan spiritualiteit, 2000 jaar ervaring in omgang met het geheim van God, om die schatkamer belangeloos open te stellen. Voor degenen die op zoek zijn. En dan geen prijskaartje aan te verbinden. En ook niet eerst een dodenwijs te vragen voordat je die schatkamer binnenkomt. Stel de schatten aan ervaringen die er zijn in de kerkelijke, christelijke traditie. Stel die ruimhartig ter beschikking van al die mensen die op zoek zijn. Maar vooral ook, maak duidelijk dat jezelf vinden of balans vinden niet iets is van de korte termijn.
dat spiritualiteit niet iets is van een succes op korte termijn. Maar dat spiritualiteit te maken heeft met je levensverhaal. En dat spiritualiteit dus ook een programma is voor je hele levensverhaal. Dat spiritualiteit te maken heeft met geduld hebben, met uithouden, met vooral het verlangen uithouden. Dat leren de mystici ons voortdurend. Wie ooit een intense ervaring van aanwezigheid, van het goddelijke geheim heeft ervaren, dat is waar het in de kern in de mystiek om gaat. Die voelt, die is zich tegelijk bewust van de pijn van wanneer die ervaring er niet meer is. Diepe verlangen, het woelen, oorhoed, zoals Hartwig zegt, de 13e eeuwse mystica. Oorhoed, het branden van binnen van een verlangen naar het opnieuw ervaren van die aanwezigheid. Dat kun je niet met een cursusje of met een training of wat dan ook bewerken. Dat is geschenk, die aanwezigheid. Dat is gave of in klassieke christelijke termen, dat is genade. Die genade vraagt om uithoudingsvermogen, om geduld. En dan tenslotte, er is in die hedendaagse vormen van spiritualiteit ook een sterke behoefte aan ervaring van overstijging, van transcenderen. Dat is vooral door een paar Duitse godsdienstsociologen die hedendaagse vormen van spiritualiteit hebben bestudeerd. Beklemtoond, Loekman en Robert Knoblauch, die in Berlijn hoogleraar is, die zegt: de kern van de hedendaagse spiritualiteit in de westerse wereld is de behoefte die mensen hebben aan transcendering, aan het overstijgen van de beperkingen van het hier en nu. En ze maken dan onderscheid tussen allerlei soorten van transcendering die er zijn. Je moet daar niet meteen denken aan mystieke ervaringen of extase of wat dan ook. Er zijn ook kleine, alledaagse ervaringen van transcendering die je bijvoorbeeld kunt hebben wanneer je aanwezig bent. Zullen niet zoveel van u doen, sommigen misschien wel, bij een popconcert of bij een andere muziekmanifestatie waar je meegenomen wordt in het ritme, de cadans. Misschien zijn er wel een paar avonden aan Limburg doorgehouden toen je nog in een jeugd carnaval gevierd hebt. Ook dan kun je als het ware meegenomen worden in wat voor ik noem een oceanisch gevoel, waardoor je het hier en nu overstijgt. Dat is ook een ervaring van transcenderen. Maar veel mensen hebben die ervaring als ze in de natuur zijn, als ze wandelen. Of als ze rennen, inderdaad, die joggers. Dan kun je de ervaring hebben dat je even uitgetild wordt boven het hier en nu. Dat zijn al ervaringen van transcendering. Tot ervaringen die volgens Loekman en Knoblauch de kern uitmaken van het hedendaagse spirituele verlangen. Dat is een verlangen naar grensoverschrijding, zou je kunnen zeggen, naar overstijging. Maar waar komen we dan uit? Daar doet zich de grote sprakeloosheid voor. Veel mensen hebben geen taal om nog uiting te geven aan wat er dan is voorbij die grenzen van tijd en ruimte, voorbij dat hier en nu. En daar wreekt zich de sprakeloosheid. De sprakeloosheid die als zodanig eigenlijk ook weer, moeten we zeggen, in een hele sterke traditie staat. Namelijk opnieuw die van de mystici die zeggen: ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik het over heb. Als ik het heb over dat mij overstijgende. Als ik het heb over wat we in de traditie aanduiden met het woord God. Wat bedoel ik eigenlijk als ik dat woord gebruik? De grote mystici zeggen eigenlijk allemaal: alles wat we over God zeggen, moeten wij het meteen weer ontkennen. Want hij of zij of het is toch altijd anders, altijd weer groter, altijd nieuw, altijd niet wat wij denken dat het is. Johannes van den Kruis, grote Spaanse mysticus uit de 16e eeuw, die zegt in zijn gedichten af en toe als hij over God heeft, spreekt hij over God als over no sé qué, over ik weet niet wat. En geeft daarmee het onvermogen van onze taal uit om dat ons overstijgende uit te drukken. Ik ga naar een afronding toe op de tijd. En ga een paar zaken aanreiken waarvan ik denk dat die voor
die relatie tussen kerkelijk geloof en hedendaagse spiritualiteit van belang zijn voor wat de kerk kan leren, maar ook kan bieden. Ik denk dat kerken eigenlijk bij uitstek de plek moeten zijn waar over die ervaring van het geheim, het onuitsprekelijke, toch, zij het stamelend, gesproken kan worden. Een context waarin ervaringen van spiritualiteit die mensen individueel kunnen opdoen of gezamenlijk ook met elkaar gedeeld en besproken kunnen worden. De kerken leveren een duidingscontext, om het chic te zeggen, voor onze eigen ervaringen. Een context waarbinnen die ervaringen ter sprake gebracht kunnen worden. Waarin het goddelijke bespreekbaar gemaakt wordt. Edward Schilderings heeft ooit gezegd, en ik kreeg het toch wel even vertellen, ik heb een aantal boeken van Edward Schilderings te danken. De dikke pillen uit zijn bloeitijd aan het feit dat ik jaargenoot was van mijn studie in Nijmegen van Jan van Duinhoven. Schilderings had op de gang, geloof ik, zo'n stapeltje verzendexemplaren, steeds er weer een nieuwe boek druk kwam van Jezus, het verhaal van de levende, of gerechtigheid en liefde, en andere boeken, dan wacht er zo'n stapeltje aan Jan, mocht hij aan hele serieuze studenten uitleggen. Dus dank daarvoor, Jan. In een van die boeken schrijft Schilderings dat precies het belang van godsdiensten is. Het goddelijke is in alles aanwezig. Dat is de taak van theologen, te zoeken naar sporen van het goddelijke. Maar de kerken en de godsdiensten zijn de plekken die ervoor zorgen dat het ook ergens ter sprake gebracht wordt. Dat God ter sprake gebracht wordt. En dat gebeurt in wat ik maar dan noem een vertel, een vier en een doegemeenschap. Dat is de kerk. Vertelgemeenschap. Een verhaal wordt er verteld, een viergemeenschap, we vieren in tekenen. Wij doen wat ondenkbaar is, om nog maar eens dat lied van Oosterhuis te citeren. Maar tegelijk steken we onze handen uit de mouwen en willen wij ook aan bijdragen dat die wereld van vrede en gerechtigheid dichterbij komt. Voor de kerken zijn er lessen te trekken uit wat we gehoord hebben over die ontwikkeling van eigentijdse spiritualiteit. Maar ze hebben zelf iets te bieden. Ze hebben zelf te bieden dat ze plek zijn, expliciet dat geheim ter sprake gebracht kan worden, dat ze daarbij kunnen teruggrijpen op een lange ervaring, een veelvoud van verhalen. We moeten vooral verhalenvertellers worden, denk ik, ook in de kerk. En dat zegt de jonge Britse theoloog. Ik realiseer me dat ik hem altijd jong, hij is even oud als ik, dat ik hem altijd maar jong blijf noemen. Maar moet ik misschien een beetje relativeren. 50er, Stuart Murray, die zegt, we moeten in de kerk weer storytellers worden. We moeten niet een leer willen overdragen of een doctrine, maar we moeten verhalen vertellen, verhalen aanreiken. En de kerken kunnen dus ook leren dat spiritualiteit iets is van je hele levensverhalen, niet iets van een cursus van drie dagen. Maar ze kunnen ook meteen wel leren van die ontwikkelingen die ik eerder geschetst heb. Om te beginnen denk ik, omdat beleving en ervaring zo belangrijk is, is het voor de kerken heel belangrijk om te luisteren naar de eigen levensverhalen van mensen. Kerken moeten vooral, kerken doen natuurlijk niks, dat zijn abstracties, maar mensen in de kerk, bijvoorbeeld dus pastoren, die moeten vooral hele goede luisteraars zijn. Nico Terlinde, broer van Karel Terlinde, allebei bekende predikanten en schrijvers, die heeft een heel mooi boekje geschreven over het beroep van dominee. En die zegt, dominee moet twee dingen heel goed kunnen. Hij moet goed kunnen luisteren en hij moet goed verhalen kunnen vertellen. En proberen de twee ook met elkaar in verband te brengen. Luisteren naar wat mensen beleefd hebben, wat ze ervaren, wat er woelt in hun bestaan. En vervolgens verhalen aanreiken die de mensen verder kunnen helpen. Kerken kunnen ook leren van die hedendaagse tendens van spiritualiteit om met schroom te spreken over het goddelijke geheim. Met schroom te spreken over het goddelijke geheim. De kerken hebben taal en beelden, maar ze kunnen mensen ook doodslaan met die taal en met die beelden. Door er met een grote vanzelfsprekendheid
ze toch ook weten dat onze talenleiding altijd tekort schiet om iets over God te zeggen. Gistermiddag sprak in Nijmegen bisschop Gerard de Korte de Titus Brandsma-lezing uit. Zijn jaarlijkse lezing van het Titus Brandsma Instituut. Het was een mooi verhaal, maar waar ik het eigenlijk voor 90% mee eens kon zijn. Maar hij zei, ik kwam toen hij terug, de kerken moeten het vooral over de trinitaire God hebben. Als we goed naar de Bijbelse geschriften kijken, is dat dan zo voor de hand? Is dat niet een bepaalde constructie die in de loop van de eeuwen tot stand gekomen is, en toch vooral ook een intellectuele constructie? En moeten we niet oppassen dat we daar het beeldkarakter van over het hoofd gaan zien? Is dat niet uiteindelijk toch een beeld om het onvatbare van het goddelijke geheim uit te drukken? Dus is dat wel zo verstandig om zo massaal, zou ik maar zeggen, die doctrine weer naar voren te gaan halen? Ik zou zeggen, kerken moeten met schroom over het goddelijke spreken en het dan vooral hebben over Jezus, in wie God een menselijk gezicht heeft gekregen. Ze moeten mensen ook de mogelijkheid bieden tot groei, tot ontwikkeling. De kerk moet vooral een plek zijn waar een huis van de geest, maar een huis waar die geest zich ook kan voeden, waar die geest kan groeien. Kerken moeten mensen vooral mogelijkheden bieden om zelf zich te ontwikkelen en zich te verdiepen en te verbreden. Ze moeten, dat is het voorlaatste lesje voor de kerk, denk ik, ze moeten vooral ook zorgen voor verbinding. Want we hebben vastgesteld dat daar heel erg aan schort in onze hedendaagse cultuur. Dat alles vluchtig geworden is. Kerken moeten zorgen voor verbinding, maar niet met de massieve structuren van het verleden. Kerken moeten veel meer netwerken worden. Waarin communities zoals je erin hebt staan, maar ook communities, gemeenschappen in het daadwerkelijke leven. Maar niet gemeenschappen waarin het om de structuren gaat, maar gemeenschappen waarin het om de relaties gaat. Kerken moeten vooral relaties bijvoorbeeld tot mensen. Mensen bij elkaar brengen. Mensen die voor hetzelfde zich willen inzetten. Mensen die voor hetzelfde wang lopen, door hetzelfde geraakt worden. Breng die bij elkaar. Verbind die met elkaar. Kerk als netwerk, als een soort riviertje dat onder de grond stroomt en af en toe aan de oppervlakte komt en soms weer onderduikt. En niet altijd zichtbaar is, maar wel zo verbinding. En tenslotte, ik heb het al gezegd, koester vooral ook het besef van geduld en van het uithouden van het verlangen. Want spiritualiteit heeft altijd te maken met onze levenslange zoektocht. Ik dank u voor uw aandacht.